Heel veel mensen hebben mij in de loop van de tijd dat ik dit aan het voorbereiden was, zeiden ze, ga je het ook nog over de Nederlandse politiek hebben? Nou, dat denk ik, ja, ik ben daar niet zo goed in. Ik ben niet zo met de Nederlandse politiek bezig. Maar waar ik het wel heel even over wil hebben, is de lijsttrekkersverkiezingen binnen het CDA. Als we toch, hè, er moet natuurlijk toch een beetje gelachen worden. En, want dat was natuurlijk weer fantastisch. Wat daar zo geweldig aan was, was dat de manier waarop ze het brachten, dat zij gingen dat doen. En het werd allemaal heel transparant. Nou, als die christenen dat zeggen, dan wordt het lachen. Dat is leuk. Even snel. Weet toch allemaal hoe het begon? Het zou gaan om Wopke, weet je nog? Wopke en Hugo. Die zouden het doen. Maar toen Wopke mocht niet, of dat van Lieselot, hij mocht niet. En die deed het niet en dat ging niet door. En toen kwam die Pieter Omtzigt kwam erbij. En toen ging het tussen Pieter en Hugo. En oh ja, en die ook nog even meedeed, maar die is niet helemaal lekker, dat is die Mona Keijzer. Ja, daar is wat mee. Dat ben je echt niet. Die deed mee met een promotiefilmpje. En toen ging ze pannenkoeken bakken in Volendam. Nou, daar ben je niet goed. Want pannenkoeken, die maak je met bloem. Bloem is poeder. En dan pak je poeder openmaken in Volendam. Nou, dan neem je risico. Laat het zo. Maar goed, daar gaat het om. Het ging op een gegeven moment tussen Pieter. Het ging tussen Pieter en het ging tussen die Hugo. En die Pieter, dat weten we allemaal, dat is die Pieter Omtzigt. Dat is een jongen die houdt zich aan zijn woord. En die, wat hij zegt, dat doet hij. En het is een dossiervreter en hij gaat tot het gaatje. Nou, dat kan je in die partij niet echt gebruiken, zou ik maar zeggen. Nou, en dan heb je die andere, dat is die Hugo. En dat is natuurlijk gewoon een schat, weet je. Ja, het is een lieverd. Ja, we hebben een app, die is bijna klaar. Ja, en dan de week erop. Ja, nou, er komt een app en die is bijna klaar. Ja, er komt weer een app en die is bijna klaar. En dan had hij weer 10 miljoen vaccins en dan weer 1 en dan weer 3 en nou, we gingen er oefenen. Nou ja, ik zou niet graag in zijn schoenen staan om maar dat simpele grapje te maken. Maar goed, in elk geval, daar ging het over. Maar duidelijk, het CDA, het bestuur, wilde dat die Hugo het zou worden. En de filmpjes waren al klaar en de posters waren al klaar. Maar iedereen zag dat toch, men, een beetje die oude gereformeerden, die kozen toch een beetje voor die principes van die Pieter. En dus er moest nog een extra ronde komen. Nou, toen hebben ze die Lukashenko gebeld. En die had nog wel een trucje iets met Noord-Korea. En toen hebben ze uiteindelijk, Hugo heeft nipt gewonnen. Maar dat was volgens mij geprogrammeerd, dat programmaatje, door een debiel neefje van Ank Bijleveld, zoiets. En het klopte niet helemaal. Het kwam erop neer dat wie op Pieter had gestemd, werd bedankt voor zijn stem op Hugo. Ja, ik vind humor. Maar zelfs de vrouw van Pieter werd bedankt voor de stem op Hugo. En volgens Pieter kon dat niet. Volgens mijn vrouw kan dat wel. Nou goed, maar dat was het. En nu sinds gisteravond is het dan toch weer Wopke geworden. Want ja, nou doet hij het wel. Lieselot vindt het goed, man. Tut. Nou goed, maakt niet uit. Ja, nou goed, maar maakt niet uit. Die wordt het nu. Maar wat ik zo leuk vind, is dat ze dat spelletje spelen van we zijn transparant. Maar ze zijn natuurlijk helemaal niet transparant. Tuurlijk zijn ze niet transparant. Het is gewoon, je moet ook helemaal niet transparant zijn in de politiek. Je moet gewoon zeggen, die gaat het doen. Zoals ze dat bij D66 hebben gedaan. Hebben ze gewoon gezegd, Sigrid Kaag, die gaat het worden en niet die mislukte misdienaar, die Rob Jetten. Nee, die kan het gewoon niet. En die Sigrid Kaag, die heeft gevoel voor humor. Die zegt, ik word premier. Nou, lachen. Weet je? Nee. Maar en die weet ook hoe het moet. En nu is er weer een MeToo-gevalletje, geloof ik, in de partij. En zij zegt gewoon heel eerlijk, ah joh, daar hebben wij een flatje voor in Scheveningen. Weet je, dat is allemaal niet. Nou, goed. Maar dat is simpel. Bij GroenLinks zijn ze ook duidelijk. Ze zeggen gewoon het woord Jesse. En dat is een schat, die heeft de mooiste eikeltjespyjama van allemaal. En daar kan hij misschien nog een hoofddoekje van maken. Nou goed, dan ga ik hem niet. Bij de VVD wordt het natuurlijk Mark. Die heeft ook zo'n mooi diepte-interview aan Linda gegeven. Weet je echt, wow, heb je pan in huis? Nee, oh, wat een verhaal. Nou goed, die. En ik weet nu alles van. Maar goed, maakt niet uit. Goed interview. Bij de PvdA wordt het natuurlijk Asscher. Dat is nog het enige lid, dus die doet dat graag. Bij de SP is het Lilian Marijnissen, want dat staat daar in de statuten. Je moet democratisch kiezen, maar ze moet wel Marijnissen eten. Nou, dat gaat. Bij Denk wordt het Azarkan, want dat wil Erdogan, weet je. Het is allemaal heel simpel. Nou, en dan heb je nog de PVV natuurlijk. Nou, daar mogen ook alle leden kiezen. Dat is er maar één. En die kiest Geert. Moeilijk, maar maakt niet uit. En dan heb je natuurlijk nog het Forum voor Democratie. Oh, god. Ik vond ze zo zielig. Ik vond die jongen, hoe heet die nou, die Thierry, dat die
En dat hij helemaal teleurgesteld. Iedereen is weg. Hij stond helemaal alleen. Nog met die Freek staat hij in die kamer. En we stonden zo hoog in de peilingen. We stonden zo hoog. Staan ze daar. Het was natuurlijk ook een tragische partij. Met die Hiddema, die is zo dement als een deurman. Waar woon je? Voor de reiskosten? Maastricht. Weet je, dat is toch tragisch?